Gaan we zitten of staan? Is goed. Hallo. Hé? Hoi. Goed zo. Ja, oorlogsduik. Ja. Nu wordt het aan het vakantie gehad. Thank you.
klein beetje matheid over het spel. Had jij dat nou ook? Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Het is een beetje... We komen er niet echt in, gevoelsmatig. Maar we hebben ook een hoop pijntjes, een hoop blessuretjes op de een of andere manier. Maar ik denk dat het voor hun wel een beetje hetzelfde geldt, hoor. Ja, is dat nou een klein beetje gebrek aan zelfvertrouwen of de angst of zo? Nee, dat denk ik niet. Nee, we hebben de hele week naar deze wedstrijd toegeleefd. Iedereen heeft er echt zin in. Ja goed, soms heb je wel eens een dag, dan kom je er niet helemaal lekker in. Maar ik moet zeggen dat we het ook niet heel erg slecht doen. Er gebeurt gewoon niet heel veel, denk ik. Mooie doelpunten wel? Zeker, zeker. Ja. Ik zag nog een paar mooie reddingen van Joey ook. Maar er was ook geklungel met het eerste goaltje tegen. Eerste goal, ja. Ja, nou, die stak er wel heel makkelijk door het centrum heen, vond ik. En dan kiest Joey. Ja, dat is op zich logisch. Maar een beetje lullige goal. Maar ik vond die tweede, stonden ook niet lekker. Maar goed, in ieder geval een mooi doelpunt van Thomas en van Liam. Ja, ik denk dat we niet heel veel kans gehad hebben. Maar de momenten die we gehad hebben, die hebben we afgemaakt. Toet geblesseerd? Toet geblesseerd, inderdaad. Ik werd natuurlijk even bij de duk-out van DSO. Kreeg hij een duel, klapte hij door zijn enkel heen. Nog even geprobeerd, maar dat ging niet.
hele aparte wedstrijd eigenlijk. Hè? Ja, denk het wel. Ja, ik denk in de eerste helft heb je het al moeilijk. Heb je het heel de wedstrijd moeilijk gehad. Maar dan ga je eigenlijk nog wel gelukkig met 2-2 de rust in, denk ik. Dan denk ik van, nou, mentaal zijn wij op zich nog wel aan het voordeel. Ik vond hun gewoon beter van het spel hebben. Dan denk ik, dan ga je die tweede helft gewoon in en vol goede moed. Op een gegeven moment had ik ook het idee van, zitten we wel misschien aan te komen toch wel. Ze hadden wat pijntjes, die 6 van hun ging eruit. Kansje Castillo. Nou, dan valt hij toch aan de andere kant. En dan is het een beetje hetzelfde liedje. Ja. Hier, tenminste, ik had een hele zware been op een gegeven moment ook. En je wil pompen. Dat probeer je nog wel, maar de angel was er wel een beetje uit, denk ik, de laatste 5 minuten. Jammer dat het momentje daar, dat die scheidsrechter die handsbal niet ziet. Dat is vol op de hand. Maar ja, was een grote reactie. Hè? Gewoon, ja, ik moet zeggen, het was wel van korteraf, korte afstand. Maar wel gewoon vol op de hand. En niet naast het lichaam. Dus ja, voor mij is dat een penalty. Maar ja, hij geeft hem niet. Dus daar zit dan ook niet mee. Zuur. Heel zuur. Nou goed, ik heb wel gehoord dat de concurrenten, of in ieder geval Monster en Dokkels, ook verloren hebben. Dus dat is dan enigszins nog waar we ons aan vast kunnen houden. Volgende week dan Dokkels. Zijpelt dan al snel door nu. Ja, ik hoorde het net toevallig hoor, hier zo. Maar dus dan... Dat is nog een kleine pleister dan, ja, Cole. Hè? Ja, ik denk, je zit toch altijd in je duel, zeg. Je denkt, ja. Hè? Ja. Op het randje, hè? Op het randje, inderdaad. Het is sleuren en proberen oorlog te maken. Vandaag ook. Je ziet gewoon binnen 10 minuten dat zij het betere van het spel hebben. Gewoon ontzettend goede voetballers hebben ze lopen. Ja, dan moet je in die duels. Anders ga je achter de bal aanlopen en dan moet je af en toe een tik uitdelen. Op een normale manier natuurlijk. Ik denk dat ik dat gewoon gedaan heb. Dus, maar ja, goed. Het heeft vandaag niet mogen baten, helaas. Oké, bedankt. Ja. Jullie bedankt. Alium uitgeroepen, man of the match. Dat geeft natuurlijk met een nederlaag toch altijd een klein beetje gemengde gevoelens. Maar voor jou is het toch weer een terugkeer in het eerste elftal. Ik heb echt 4 maanden eigenlijk niks gedaan. De aanlegging van mijn lies zat ik echt 4 maanden mee te echt rotzooien. Ik kwam er niet echt lekker vanaf. En toen heel veel aan mijn herstel gewerkt. Heel veel bij Alain van de Einde geweest, fysio, oefeningen gedaan. Vorige week 90 minuutjes bij tweede. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik ook deze week bij tweede zou gaan zitten. Alleen het herstel ging eigenlijk best wel goed. En vorige week bij tweede ging ook heel goed. Dat ze toch hebben besloten dat ik vandaag bij 1 zou zitten. En wel op de bank. Alleen Fabian Tutti raakte geblesseerd. En toen was het al duidelijk dat ik er vrij snel in moest. Dus voor mijn gevoel blij dat ik er weer bij ben. Alleen echt zwaar zuur. Dat je er niet toch een puntje uit hebt gehaald, zeg maar. Dat snap ik. Maar je slaat toch een stukje over van tweede. Want ik weet niet of je het al eens eerder meegemaakt hebt. Maar je scoorde 4 keer in die wedstrijd. Ja, dat was vorige week. Ja. En ik vind het ook heel leuk om met tweede mee te doen. Tweede gaat ook niet echt heel lekker. Dus als ik een tweede kan helpen, dan doe ik dat graag. En dat ging vorige week heel goed. Toen, toen scoorde ik de 4. Dus dat was altijd leuk. Ja. Dat mag even genoemd worden. Ja. Maar vandaag, je kwam erin. Maar toch een lekker doelpuntje die gelijk maken net voor rust. Hè? Ja, dat was... Opschrijven. Ja, er kwam een lange bal en ik moest op 10 gaan lopen. En ik wist dat die bal of weg werd gekopt of af werd gecatcht. En dan moet je toch altijd een beetje aanvoelen waar die dan ongeveer gaat komen. Dus ik ging een beetje positie kiezen en die bal die kwam half voor mijn voeten. En op de rand 16, ik denk, ik haal gewoon gelijk uit en ik zie wel hoe die komt. En die bal die verdwijnt zo netje. Dus daar was ik heel blij mee, vlak voor rust. Ja. 2-2. Je had mooie gebaartjes op het veld. Ja. Ja, ik was daar heel blij mee. Nou, dat snap ik, Lee. Ja. Maar ja, goed joh, die tweede helft, ja, dat op zich, 20 minuten ging het nog goed. Maar toen werd op links toch, kapte die man van DSO onze verdediger uit. En het werd helemaal uitgespeeld, hè? Ja, eerste 20 minuten in de tweede helft pakten we het echt goed op. Kregen we ook echt wel kansjes. En op een gegeven moment verliezen wij op de helft van de tegenstander, verliezen wij de bal. En dan zie je dat er eigenlijk 3 keer half wordt ingegrepen. Dus dat er 3 mensen uit ons elftal het willen corrigeren, maar het eigenlijk half doen. En als hij maar door kan lopen en hij wordt niet aangepakt, dan staan die gasten op een gegeven moment 5-3 voor de goal. Ja, dat is lekker makkelijk voetballen. Ja. Dat werd teruggelegd en hij kon hem zo binnenschieten. Dus wij moeten er echt op gefocust zijn dat we op dat soort momenten gewoon echt meedogenloos zijn. En dan maar die bal naar veld 3 schoppen. En niet tot half bakken.
Maar buiten dat moment ja, vond ik wel dat de instelling en mentaliteit wel degelijk wel goed aanwezig was vandaag hoor. Dus. Ja, maar zie je ook beter dan in de eerste helft nog ja, zelfs. Ook beter dan in de eerste helft. Ik kan niemand iets verwijten. Iedereen heeft echt zijn stinkende best gedaan, denk ik. En daarom is het des te zuur dat je gewoon geen punt pakt vandaag. Nou joh, ik kan er nog heel veel meer bij halen. Hè. Het was ook nog een handsbal, wel of niet hands, althans ja, hand naar de bal. Ik heb twee keer gesmeekt bij de scheidsrechter om twee handsballen. Nou, dat vond hij te weinig, vond het te kort. En op belangrijke momenten waarin wij hem misschien mee konden krijgen, randje 16, kregen we hem niet. En dat was gewoon echt jammer. Ja, de laatste 10 minuten gaan we pompen, lange ballen. En dan moet je gewoon geluk hebben dat hij goed valt. En dat viel hij natuurlijk ook niet. Dus echt helaas. Nu maar focus op volgende week, hè? Dokkos uit. Ja, volgende week een hele belangrijke wedstrijd. Monster en Dokkos hebben ook verloren vandaag. Dus in principe verandert daar voor ons op de stand op de ranglijst niet veel. Maar het is echt wel 1 minuut voor 12, al dan niet 12 uur voor ons. Dus moet volgende week echt gaan gebeuren. Bedankt, Lee. Ja, en gefeliciteerd met de prijs. Ja. Ja, vind ik leuk. Ja, Liam, ik zei net al, je kunt eigenlijk op dit moment op de wedstrijd zijn. Ja. Dus je eerste wedstrijd na heel wat maanden weer. Je valt gelijk in, je bent belangrijk voor SVC. Je scoort de 2-2. Ja, natuurlijk zuur dat je ondanks je debuut weer hebt in, dat toch de punten naar Zoetermeer moeten meegeven. Ja, jammer. Maar het is niet anders, dat wordt ook even voor. Namens ook Matoos, gefeliciteerd met jouw verkiezing. En ga er lekker even een hapje eten met de jongen. Dat komt helemaal goed, dankjewel. Leuk, bedankt.